Oké, en in deze video dan mijn eerste indrukken voor wat betreft het gebruik van deze camera. Dus op zich was het de eerste keer dat ik een digitale middenformaat camera vast had. Ik heb wel mijn Hasselblad is een... dit is ook middenformaat fotografie, maar dit is analoog. Dus dat is wel een groot verschil. Maar op zich, het werken met een grote camera, ben ik wel mee vertrouwd. Dus ja, hou er rekening mee inderdaad. Dus wat de eerste indrukken betreft... Dus het is gewoon een grote camera. Het is, als je dat vergelijkt in formaat met een X-T1, is dat al een zeer grote camera, of een X-T2 of een X-T3. Maar ook als je gaat gaan vergelijken met bijvoorbeeld compacte camera's zoals de X-Pro 1 en de X100F en dergelijke meer. Dus het is een vrij grote camera. Eigenlijk als je ze vergelijkt, je hebt de GFX 50R en je hebt de 50S. De 50S is eigenlijk de eerste versie. En bij de 50S is het vooral opvallend dat dit zou zoals echt een compacte rangefinder-staal versie zijn van die... Het is geen echte rangefinder, dit is een digitale zoeker. Maar dat zou een compacte versie zijn van die 50S. Nu, deze afmeting is ongeveer gelijk, alleen zit bij de 50S hier nog een zoeker op. En wat dat vooral het verschil is bij de 50S, is dat je hier een serieuze verdikking hebt voor die zoeker en dat display komt een heel stuk verder naar achter. En je hebt een grotere handgreep. Dus dat is vooral een veel diepere camera, de 50S. Terwijl dat dit een veel compactere hele is in de dikte. Maar de grote, het is op zich nog heel groot als je het zo bekijkt. Ja, ik ben er meteen mee in het centrum gedoken in Antwerpen. Dus beginnen foto's nemen. En dan merk je natuurlijk direct dat doordat je zo'n grote camera, doordat je met zo'n grote camera op stap bent, val je op. Dat stel dat je bijvoorbeeld een X-T1 zou gebruiken, maar dat je dan wel een zeer grote zoomlens, die 18 of 1655 2.8 lens bijvoorbeeld, als je die daarop zou monteren, krijg je ook een groot geheel, dus dan krijg je meer vragen rond, of je valt meer op en je krijgt ook meer reacties, terwijl je fotografeert, dus ook bij deze. En dit is nog een heel compacte lens, dat is denk ik de kleinste lens die ze hebben, dat is de 63mm 2.8. Ze hebben ook nog groothoeklenzen, maar die zijn ook allemaal groter. De meeste lenzen zijn 2.8. De zoomlenzen zijn F4, maximaal opening. En ze hebben één lens, ze hebben een echte portretlens, de 110mm, die een F2 lichtsterkte heeft. Maar dat is eigenlijk dat is de lichtsterkste, die F2 lens. En dan de andere zijn bijna allemaal prime lenzen 2.8. Dus het is een grote geheel. De zoeker is een zeer helder, duidelijke zoeker. Op zich heb ik daar geen problemen mee. Het is eigenlijk grotendeels vergelijkbaar met de zoeker die ik heb op mijn X-T2. Op de X-T1, dat is een oudere camera, daar zit een iets kleiner zoekerbeeld op. Maar op de X-T2 heb je eigenlijk evenveel helderheid en grootte en vergroting en noem maar op. En resolutie als deze zoeker. Dus een heel goede zoeker. Maar dat is ook het geval bij de X-T2. Op zich had ik had al wat research gedaan en daaruit bleek... dat er veel waren die klachten hadden rond de ergonomie. Dat deze camera eigenlijk te compact is om nog goed te kunnen vasthouden in de hand. Zeker met grotere lenzen. Nu, dit is een heel compacte lens. Of toch voor dit type fotografie. En ik moet ook zeggen dat ik geen problemen heb gehad rond de gewichtsverdeling of de grip. Dus voor deze lens is dat voldoende. Ik heb daar geen problemen gehad. Maar ik kan mij wel voorstellen inderdaad dat als je daar dan die grote zoomlenzen... of nog lichtsterke lenzen, als je daar nog grotere lenzen op plaatst, dat gewicht misschien te veel naar voren ligt en dat je misschien hier niet echt veel grip hebt. Je ziet wel dat er iets van grip voorzien is, maar dat misschien niet voldoende is. Terugkomend op de schermen, dus er zit achteraan zit een scherm, een groot LCD dat je beperkt kan kantelen zo. Dus om eigenlijk op die manier een foto te maken, dat is voor mij dan meer dan voldoende. De X-T2 kan ook het scherm nog zo kantelen, maar dat gebruik ik zelf nooit. Het is wel, wat heb ik ontdekt, is een touchscreen. Dus dat betekent, op zich vind ik dat heel storend, want als ik aan het fotograferen was, dan gebeurde het soms dat mijn zoekerbeeld plots maal 2 vergroot werd, dat ik een detail kreeg om het scherp te stellen. En ik ben nog niet helemaal zeker, ofwel is dat omdat ik dan per ongeluk hier op dit instawieltje duwde, dat is zo'n wieltje dat je kunt klikken ook, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat is, want je moet vrij goed doorduwen. Ik denk eerder dat mijn neus is die... op het display zat en die zo de vergroting triggerde. Ik veronderstel wel dat je die feature kunt uitschakelen. Dan qua gebruik, dus wat je ook veel leest, is dat het autofocus systeem niet zo snel en accuraat is.
De snelheid heb ik geen probleem mee. Hij vindt vrij snel een. In de ideale omstandigheden vindt hij vrij snel het scherpstelpunt. De accuraatheid ervan is inderdaad wel een probleem. Het is eigenlijk alleen maar contrast, autofocus. En bij het minst dat je bijvoorbeeld niet veel contrast in beeld hebt, donker licht, weinig licht eigenlijk, of tegenlicht, of andere moeilijke situaties waar dat de XT2 die ook face detect heeft, dan nog altijd heel snel focus gaat vinden, zal deze eigenlijk nooit tot scherpstel. Die gaat eigenlijk, het kadertje zal rood blijven, dat er nooit geen scherpstelling gevonden is. Dus dat is wel spijtig dat er hier geen beter autofocus systeem op zit voor die prijs, maar dat heeft denk ik te maken met de vrij oude sensortechnologie. Dat is al een sensor die al vrij lang op de markt is. Als je in goede omstandigheden buiten met genoeg licht en genoeg contrast fotografeert, is het systeem op zich, de autofocus, wel snel genoeg. Maar je moet toch nog goed nadenken voordat je afdrukt, omdat je het hele systeem, als je het systeem opstart, dat is vrij traag. Hij begint eigenlijk al direct met de sensor te kuisen als je hem opstart en uitschakelt. Je kunt hem volgens mij ook instellen dat hij alleen maar de sensor kuist bij het uitschakelen, maar als je hem inschakelt, dan heb je die opstarttijd waar je rekening mee houden. En ook bij het fotograferen merk je gewoon dat er redelijk wat tijd nodig is om de foto te verwerken. Je kunt maar 2 of 3 frames per seconde maken. Maar in de praktijk betekent dat vooral, en dat merk je dan bij die straatfotografie, dat je een foto maakt, je drukt af, en als je merkt dat je eigenlijk het moment gemist hebt, dan kun je niet snel nog bij de XT2, kun je dan snel nog opnieuw afdrukken, en over het algemeen heb je dan nog een extra kans, een aantal extra mogelijkheden om die foto toch nog goed te maken, bij deze niet. Plus dat er ook wel wat vertraging zit tussen het moment dat je afdrukt en het moment dat echt geregistreerd wordt. Dus het is moeilijk om het juiste moment te vatten met deze camera, juist door die vertraging die erop zit. Dus het is niet zozeer het autofocus systeem dat gaat vrij snel met deze lens toch. Het is meer heel de verwerking van de foto. Ja, omdat ik een lege batterij meegekregen heb, kan ik nog niet veel vertellen over de accuduur. Ik had wel de indruk, ik heb hem dan daar ter plekke in een fastfoodketen in stopcontact gestoken met de lader die erbij zat. En die heeft daar iets meer dan een half uur aan het laden geweest. En ja, er was eigenlijk maar vrij weinig bijgekomen. Dus ik vermoed wel dat de accu vrij traag laadt. Maar op zich, qua verbruik van accu, kan ik nog niet veel vertellen. Daar zal ik dan later nog wel op terugkomen, de keer dat ik de camera wat meer gebruikt heb. Eigenlijk een van de beste features vind ik zelf de mogelijkheid om panoramafoto's te maken. Dus je kan met de X-T1 en de andere X-series camera's kunnen ook een, het is trouwens een vrij klein display achteraan ook. Maar je kan dus instellen dat je een bepaalde, ik kan het eigenlijk ook laten zien, dat je een bepaalde beeldverhouding gebruikt. En 3.2 en 16:9 bijvoorbeeld, of 1 op 1. 1 op 1 is dan gewoon vierkant. 16:9 is het filmformaat. Je kan er ook mee filmen trouwens, daar kom ik ook nog wel op terug. Dat zijn allemaal dingen die ook op de X-series beschikbaar zijn, maar deze feature is niet op de X-series beschikbaar. En dat is een panorama, dus zo heb je eigenlijk een hele panorama uitzicht. En daar heb ik wel heel leuk, dat vond ik wel heel leuk om mee te werken. Het enige waar je wel moet opletten is dat je bent eigenlijk best dat je een bepaalde verhouding kiest en dat je die verhouding de hele fotosessie lang gebruikt. Omdat het is heel moeilijk om te veranderen van beeldverhouding. Ik ga je heel snel een keer een panorama erbij halen ook. De belichting is niet ideaal voor hetgeen op televisie komt, maar gewoon om de beeld. Kijk, dit is een panoramafoto bijvoorbeeld. Nu, dat is al een 16:9 televisie, dus dat betekent dat ze dat wel een klein beetje meer leent dan een computerscherm. Dat is bijna het filmformaat, hè, als je een film bekijkt. Maar daar kon je wel heel leuke dingen mee doen. Daar ben ik wel fan van. En dat is eigenlijk, wat aan mij betreft, vind ik dit een van de beste features van deze camera. Ik zal nakijken dus, wat dat de grotere sensor betekent voor de beeldkwaliteit. Dat zal ik nog allemaal bekijken. En dat laat ik ook nog weten.